Ajax heeft afgetrapt. Eerste duel tussen De Rijk en El Hamdaoui wordt gewonnen door de verdediger. Oh ja. Scoorde in zijn laatste twee wedstrijden als spits Lex Immers. Zowel in de verloren wedstrijd bij Groningen als in de gewonnen wedstrijd thuis tegen Utrecht. Siem de Jong zou de bal wel willen. Maar maakt ook meteen ruimte voor Suárez. Zo heeft Ajax de bal in de openingsfase. Doortastend gehandeld door De Ziel. Leeuwin voor ADO. Immers. Wint van Emanuelsson. Verhoek. Geen overtreding. Ja, toch. Nijhuis wachtte even, maar ze vond het toch een overtreding van Lindgren. De trap was van Rado Savljević. Hier is Suárez. Koem. Daar gaat Kubik. Geschaduwd door Van der Wiel. Paas was niet op maat voor de Slowaak. Die dus gehuurd wordt van Trenčín. We hebben Tjöla Linger over aan het woord gehoord. Hier is Suárez. Goed ingegrepen door Koem. Kubik. Piqué. Oudspeler van Ajax, de linksback van ADO Den Haag. Debuteerde voor Ajax in het seizoen 99-2000. Hier gaat het maar net goed voor ADO, maar raakt El Hamdaoui wel geblesseerd. Dus wordt het spel even stilgelegd omdat hij last heeft. Koem gaat ook even kijken. Want die ging er flink in. Raakt de linkervoet. Misschien ook wel de linker enkel van El Hamdaoui. Die heeft flink wat pijn zo te zien. Niet meer in zijn eentje de topscorer in de Eredivisie. 11 doelpunten voor Ajax in dit seizoen. El Hamdaoui. Vlemings maakte er gisteren 3 voor NEC. Staat nu ook op 11. Van harte gaat het nog niet bij El Hamdaoui. Die verder wordt behandeld als Verhoek het spel hervat. Leeuwin wat ruimte voor Immers. Die even slim is weggelopen uit de spitspositie. Suárez. Emanuelsson. El Hamdaoui wil terugkeren, maar heeft nog altijd pijn. Goeie paas, Siem de Jong verzuimt om aan te nemen. Een handig balletje van Suárez.
En daar is El Hamdaoui weer. De Zeeuw in de strijd met Toornstra. Toornstra wint. Dan niet de voordeelregel toegepast door Nijhuis. Maar gefloten voor een vrije trap. El Hamdaoui hinkt nog wat. Als ADO de vrije trap snel neemt en Ajax even niet bij de les is. Immers. Achter Van den Berg gegeven. Piqué. ADO verstopt zich niet. Verhoek. Zo dwingt ADO deze corner af. Daar heeft Kubik zich voor gemeld. De bal blijft hangen en dan nog geschoten door Koem. Hij heeft last. Vertongen. Krijgt de bal op een plek waar dat niet zo lekker is. Daar dus. Paas van Vertongen. Dat is een geweldige trap. Suárez. Duel met Piqué. El Hamdaoui kiest positie. Van der Wiel. Nu krijgt Ajax de corner. Zo moet de wedstrijd duidelijk nog een beetje op gang komen. Krijgt Ajax een hoekschop in de 8e minuut. En moet ADO voor het eerst serieus verdedigen. Emanuelsson trapt. Kopbal van Vertongen. El Hamdaoui. Ja, die kan hem uit elke hoek erin schieten. Even onrust. En de volgende corner. Hier staat de Zeeuw helemaal vrij. Oppassen voor buitenspel. De vlag blijft omlaag, maar daar is Coutinho op tijd. Het was blijkbaar geen buitenspel van El Hamdaoui. Anita. De Jong vrij. Vernon Anita. Bal valt voor de voeten van Suárez. Ah, die zag Coutinho een metertje voor zijn doel staan. Hij zal er dus gebrand op zijn om een doelpunt te maken tegen ADO. Vertongen. Grote passen. Hier Suárez bereikt. Nou, er staan er veel meer van ADO, dus echt heel gevaarlijk zou dat niet kunnen worden. De Zeeuw. Goed gedaan, Van der Wiel. Anders dreigt de kant. De Jong. Emanuelsson. Kijk hoe ver Ricky van den Berg terug is op zijn eigen helft. Om ook daar gewoon te verdedigen. Moderne nummer 10, zou je bijna zeggen. Maar houdt hij dat ook lang vol? Dat is de vraag. Suárez. Niet lekker geraakt die bal. Lag wat in de clinch met de supporters van Ajax. Suárez na afloop van de wedstrijd in Auxerre.
kreeg hij niet de respons die hij verwachtte na afloop van de wedstrijd. Keerde hij later, nadat hij in de kleedkamer was geweest, nog even terug bij de meegereisde supporters. Dan werd het daarna uitgesproken. Ook Van der Wiel ruziede wat. Maar zo was de teleurstelling er bij iedereen, bij Ajax en toch zeker bij zijn supporters in Noord-Frankrijk. De Zeeuw, ja, het is een goede paas, maar El Hamdaoui verwacht hem daar nog niet. Kubik. Goed meegegeven. Toornstra. Die haast elke week beter wordt op het middenveld bij ADO. Praten geeft dan niet aan. Niet te veel ruimte weggeven, wordt er tegen Koem gezegd vanaf de bank. El Hamdaoui loopt nog alles weg. Suarez heeft dan de bal in bezit en kan er langs en heeft El Hamdaoui bij zich. Goed gewerkt door Luis Suarez. De Jong komt vrij, El Hamdaoui. Ja, je verwacht meer van hem. Zijn voorbereidende werk was voortreffelijk. Wellicht was dit waar Van der Brom bang voor was. Toen hij zo even het gesprek aanging met Koem. Paas van Emanuelsson, notabene met zijn mindere rechter. Blessure bij Gregory van der Wiel. Ole Ger is aan de warming-up begonnen. Is dat wellicht gebeurd op het moment dat Van der Wiel die Ajax-aanval in leven hield en de counter van ADO voorkwam? Een minuut of twee geleden. Ooyer babbelt wat met Nijhuis. Net min of meer hersteld van een gebroken neus, de Spanjaard Oleguer. Hier haalt hij in ieder geval de counter eruit, maar wordt hij heel eventjes geraakt. Ja, daar zit inderdaad een pijnlijke blik op het gezicht. Geraakt aan zijn scheenbeen. Ooyer komt goed voor de man, maar legt hem eigenlijk heel lekker neer voor Van den Berg. Dat kan de bedoeling niet zijn geweest. Kubik. Geen contact met Immers. Nou, ADO weet ook dat Van der Wiel wel eventjes niet is. Dan moet je het inderdaad zoeken via Kubik. Hij is terug nu. Suarez fopt Piqué. De Zeeuw. Kom dan maar eens uit. Suarez schiet hem te hulp. Maar is de bal toch kwijt. Verhoek maakt het Vertonghen erg lastig. En verovert goed de bal. En als ADO dit goed uitspeelt, staat het voor. Van den Berg naar zijn linker. Stekelenburg met een belangrijke redding. Ja, dit soort grote kansen, terwijl Van der Wiel inmiddels heeft aangegeven dat hij niet verder kan. Dit soort grote kansen moet je benutten. Goed gedaan door Verhoek.
Zwak verdedigd door Vertonghen. En uiteindelijk de kans voor Ricky van den Berg. Hij heeft het signaal gegeven richting de bank. Ik kan niet verder. Maar eerst neemt ADO snel de corner. Immers. Toornstra. Geen buitenspel. Kubiek is daar nog. Ja, Van der Wiel moet nog even kaats. Omdat hij daar nog was. En dat levert zowaar een goede aanval op. De Zeeuw. Ja, zelf maar. Goeie redding van Coutinho. Ik begrijp dat De Zeeuw voor zijn eigen kans gaat. El Hamdaoui wordt afgedekt door Piqué. De kans voor De Zeeuw was groot genoeg. Volgende mogelijkheid. Poging van Lindgren. En nu dan de wissel aan de kant van Ajax. Van der Wiel er dus vroeg af. Oleguer zijn vervanger. Snel naar binnen. Na iets meer dan een kwartier zit zijn wedstrijd erop. Ooyer niet zonder risico. Coutinho. Ja, De Zeeuw wil daar graag tussen kruipen. Hoe staat Oleguer zijn mannetje in de duels met Kubiek? Toch een van de gevaarlijkste spelers van ADO. En een speler met vertrouwen. Vrije trap voor Suárez. Geen protesten van Koem. Dus die zal wel iets gedaan hebben. Accepteert de beslissing van Nijhuis. Zonder blikken of blozen. Emanuelsson trapt. Nou, binnengehouden door Suárez. Daar moet er wel iemand op reageren. De Zeeuw. De Jong. Moeilijk voor De Zeeuw. Overtreding Ricky van den Berg. Die veel achter De Zeeuw aan moet. Suárez wil de vrije trap alweer snel nemen. Nijhuis geeft aan. Even wachten op mijn fluitje. De bal ligt het best voor een linkspoot, maar ja, met Suárez in de buurt weet je het maar nooit. Hij is degene die de bal neerlegt. Verhoek kwam even buurten, maar neemt nu plaats in de muur. De bal ligt het best voor Emanuelsson. Maar wat is het idee van Luis Suárez? Ja, die gaat gewoon zelf. Daar heeft hij in de warming-up veel op geoefend. Schoot er een paar schitterend in de kruising achter de reservedoelman van Ajax, Jeroen Verhoeven. Maar wellicht had hij het hier beter aan Emanuelsson over kunnen laten. Opnieuw hier aan de bal, Urbi Emanuelsson. Hij die heeft aangegeven
dat hij vertrekt, transfervrij bij Ajax aan het einde van dit seizoen. Overtreding van de Zeeuw, dat is een pittige overtreding en er gaat een kaart voor komen. Gele kaart. Bij ADO zijn ze boos dat Nijhuis niet eventjes wacht met fluiten. Want ADO had de bal en had ook wat ruimte in de omschakeling. Koem het slachtoffer, geel voor de Zeeuw. Handig, Emanuelsson, Anita. Slim gespeeld door Koem. Wat ruimte voor Piqué. Zo kan ADO weer een aanvallen, denk ik. Suárez daar al even lastig. De Zeeuw blijkbaar aan het shirt gepakt. Zo zijn er al kansen geweest om een doelpunt te maken in de eerste 20 minuten. De Zeeuw krijgt een aardige mogelijkheid. El Hamdaoui. Maar de beste misschien toch wel voor Van den Berg. Immers zit er hier bijna tussen. Leeuwin. Van den Berg kwijt. Emanuelsson snel gespeeld. Suárez. Fraai aangenomen. Zoals hij de bal eigenlijk meteen pan klaar legt voor zichzelf. Maakt zich nu erg druk omdat hij geen corner krijgt van de assistentscheidsrechter Arie Brink. Wat kan hij zich dan opwinden? Geen buitenspel, goed gespeeld door Emanuelsson. Nou, de aanname is misschien niet eens echt optimaal, maar er zit zeker nog een hand aan van Coutinho. Dit had een hoekschop moeten zijn. Wie biedt zich aan bij Leeuwin? Moet maar via Immers. Suárez reageert alweer als er een trap naar voren komt. Piqué kan het nog corrigeren. Kant, Koem. Immers. Wanneer kan ADO eens dat favoriete voetbal gaan spelen met vleugelspelers, met Kubik en Verhoek? En met Immers die wellicht aan het einde van zijn aanval zou kunnen staan. Het komt nog niet echt van de grond. De Zeeuw. Vertongen. Precies goed voor Suárez. Maar de rugdekking verzorgd door Piqué en dat is dik in orde. De Jong, ook dat is een overtreding. Vastgehouden door Radosavljevic. Die zich mag melden bij Nijhuis en ook geel gaat krijgen. Makkelijk gegeven, maar je kunt hem geven. Want Radosavljevic beseft dat hij het duel verliest. En houdt hem gewoon vast. Vrije trap de Zeeuw. Achter in Ooyer. Ja,
Telkens als Verhoek wordt aangespeeld, zitten Anita en Emanuelsson daar heel kort op. Emanuelsson hier, Elhamdoui Suarez. Misverstand tussen De Rijk en Toornstra, maar ADO komt er toch uit. Van den Berg, Verhoek, Leeuwin. Elhamdoui, buitenspel, Suarez. Die dat zelf ook wel zag, dus was de concentratie weg. Geen twijfel. Heel veel ruimte bij Piqué. Verhoek kijkt vooral voorwaarts. Er langs bij Anita. Kubik, even van rechts nu. Verhoek. Uit de draai geschoten. Het was meer een voorzet. Die ADO een hoekschop oplevert. Zo halen beide ploegen nog niet het niveau dat ze kunnen halen. Stel de wedstrijd wat teleur in de eerste 26 minuten. Maar is het tenminste nog een wedstrijd? Is het in balans? Kubik trapt. Stekelenburg zit goed. Elhamdoui, weggelopen uit de dekking. Verwarring bij Radoslavljevic. Elhamdoui komt er niet uit tegen drie man, maar Kubik is ook weer slordig. Weer een misverstand. Het past in deze eerste helft. Immers. Kubik. Makkelijk getrapt zeg. En op maat voor Verhoek. Die naar zijn rechter zal draaien. Oleguer weet dat toch. Behoorlijk ver naast geschoten door Wesley Verhoek. Maar krijgt wel de gelegenheid van de Spaanse invaller. Ik weet toch dat Verhoek met zijn linkerbeen niet zo heel veel uit kan halen. Weer een misverstand. Want rommelig blijft het. Ruimte ligt bij Anita. Vertongen kiest voor Ooyer. Loopactie van De Jong. Paas komt op maat. Suarez. Zo komt Ajax toch vrij gemakkelijk rond het strafschopgebied van ADO. Elhamdoui. Nu dan toch maar gekozen voor Emanuelsson. Nog eens Elhamdoui. Dacht te beginnen aan een solo, maar die solo eindigt vroeg bij Leeuwin. Emanuelsson. Lindgren schreeuwt om de bal, maar krijgt hem niet. En dit was veel te moeilijk. Suarez geeft ook aan, ik wil hem over de grond. Zo zijn de mogelijkheden tot een doelpunt er echt wel voor Ajax. Maar ontbreekt vooralsnog de effectiviteit. Suarez.
Het is moeizaam. Hij ergert zich. Omdat het niet loopt zoals hij wil. Goed verlengd door Immers. Duel gewonnen door Oleguer van Verhoek. De Zeeuw. Voorbereidende werk aardig, maar de paas alles behalve op maat. Radoslavljevic. Toch maar Verhoek gezocht. Verhoek met links toch op maat voor Immers. Opgepikt door Verhoek. Maar soms doet de voet niet helemaal wat het hoofd bedacht heeft. Zoals hier het geval was bij Verhoek. Oleguer. De Jong. Suarez krijgt een tik op zijn knie van Koem. Eigenlijk op het moment dat Suarez er al bijna langs is. Slim meegenomen met de knie door Luis Suarez. Behoorlijk hard geraakt door Christian Koem. Uitslag 0-1, 20 januari 1974. 10 seizoenen speelde Martin Jol voor ADO Den Haag, voor FC Den Haag. Nu ligt de bal wel ver genoeg rechts van het midden. Dat Suarez is weggelopen en Emanuelsson het mag gaan proberen. Maar het blijft bij proberen. Immers wint toch meestal wel zijn kopduels daar. Vertongen. Vier schoten op doel. Dat is toch teleurstellend na 33 minuten. Zo ligt het tempo redelijk laag. Is hier ineens een versnelling. Maar past het niet allemaal. Anita kan alleen maar terug op Stekelenburg. Goed gedaan, De Zeeuw. Hier Oleguer. Bal valt voor De Zeeuw. Lindgren. Nog eens De Zeeuw. En nu El Hamdaoui. Dat is de beste kans voor Ajax. 10 minuten voor rust. Goede reflex van Coutinho. Mooi getrapt door Mounir El Hamdaoui. Maar weer niet met het gewenste resultaat. En Ajax heeft de hoekschop heel slordig genomen. Heeft de bal ingeleverd. En weer verzuimt Nijhuis om de voordeelregel toe te passen. Dat is de tweede keer. En voor de tweede keer in het nadeel van ADO. Hens van Piqué. Ajax heeft de bal al. Suarez. Het is te nonchalant. Zo
Zo is Ajax niet in allerbeste doen in deze eerste helft. Heeft het de kansen dus gehad om op voorsprong te komen. Anita. Voorzet goed eruit gehaald door Van den Berg. Buitenspel. Ook dit is weer slordig. Slordigheden die er gewoon veel te veel zijn bij Ajax. Goed gedaan door de Zeeuw. En dan neemt El Hamdaoui hem fraai vol op de vreef. Oh, Coutinho is dit seizoen in vorm bij ADO. Verhoek. Dat lijkt makkelijk te verdedigen voor Vertongen. Hens van Kubik. Het is gezien door Nijhuis. Daar gebruikt hij zijn arm. Suárez. Oleguer is gestart aan de rechterkant. El Hamdaoui wijst. Suárez vindt de ruimte niet. Alsnog hier El Hamdaoui. Suárez. Voorzet Oleguer. Daar is De Jong. De supporters van Ajax vermaken zich even goed wel zo te zien. Of misschien juist wel omdat het niet zo denderend is op het veld. Vrije trap nu voor Immers. Snel genomen door Van den Berg. Anita begon iets sneller aan zijn sprint dan Verhoek. Wat last van de rug, Immers. Ver komt Verhoek niet met zijn ingooi. Misverstand tussen Vertongen en De Jong. Leeuwin. Lindgren vol erin bij Van den Berg. Vrije trap voor ADO en Van den Berg en Lindgren. Ruzie hier nog wat na. Hij heeft wat metertjes gesmokkeld, Verhoek. Hij heeft de bal lekker neergelegd voor deze vrije trap. Richting het hoofd van Immers. Geen corner voor ADO. Foutje Toornstra. Emanuelsson, El Hamdaoui. De Rijk is de eerste die hij tegenkomt en dat is hem eigenlijk al te veel. Verhoek. Er ligt wel ruimte voor ADO, maar echt ervan profiteren kan het nog niet. Lindgren. De Zeeuw. Goed bewogen door Suárez, zoals hij dat vaker doet. En dan een listig balletje waar Coutinho wel goed het oog in heeft. Maakte zijn laatste doelpunt in de competitie Suárez. Tegen NAC scoorde niet tegen Excelsior, Heerenveen en Heracles. Scoorde dus ook niet tegen Auxerre.
Dit is wel een handig wippertje, maar dan moet het wel aankomen. Emanuelsen. Makkelijk langs Leeuwin, makkelijk langs Van den Berg. Veel gebeurt bij Ajax op intuïtie in de eerste helft. Hier wordt Verhoek weggestuurd, die alleen is. En dan is deze hoekschop het maximaal haalbaar. Zag wellicht uit zijn ooghoek Immers wel. Maar kansrijk was Immers niet voor de goal. Kan ADO uit deze situatie zijn voordeel halen? Verhoek trapt. Piqué. Toch wat angstig. Kubik. Rado Savljevic, goed gereageerd. Hier gaat Kubik. Dit is kansrijk voor ADO. Kubik gaat voor zijn eigen succes en krijgt dat nu te horen van zijn ploeggenoten. Rado Savljevic scheldt hem de huid vol. Komt oog in oog met Stekelenburg. Goed gedaan hier door Rado Savljevic, de Sloveen. Immers is vrij. Kubik gaat voor zijn eigen kans. Dat leverde Kubik dit seizoen 6 keer een doelpunt op. Maar nu toch vooral een scheldpartij van zijn ploeggenoot. Suarez loopt daar toch flink door. Ten opzichte van Rado Savljevic. Slotfase van de eerste helft alweer. De Jong. Makkelijk gedraaid. Hoyer. Ja, Rado Savljevic doorzag de paas van Hoyer op El Hamdaoui. Verhoek. Even wachten op steun. Maar die komt eraan. Kubik. Toornstra. Ricky van den Berg. Zo laat ADO daar even een mooi positiespel zien. Is hier linksback Piqué. Komt Van den Berg vrij. Gunt hij de kans aan Verhoek en is het raak voor ADO, omdat Stekelenburg er ook niet aankomt. Wesley Verhoek zet ADO Den Haag vlak voor rust op voorsprong. Geen buitenspel na zijn paas. Ricky van den Berg en dolle vreugde daar bij ADO. Een ploeg met vertrouwen het hele seizoen al. En het blijkt in de slotfase van de eerste helft. Wat staan er ook een hoop mensen vrij. Ik denk op gelijke hoogte. Met Hoyer die het ook niet meer kan voorkomen. En dan past het precies. Voor Wesley Verhoek. Die hem toch fraai inschiet. Mooi geplaatst schot. Dolle vreugde ook bij Van der Brom. Wat El Hamdaoui niet deed voor Ajax bij die behoorlijke kans, doet Verhoek nu wel voor ADO. Tweede doelpunt van het seizoen. Hij bereidde er al zoveel voor. Maar nu mocht hij zelf scoren.
inmiddels in blessuretijd, minuutje bijgeteld door Nijhuis. Suarez. Van den Brom gaf het voor de wedstrijd aan, terwijl Kubik nu wordt afgevlagd voor buitenspel. Als je Suarez en El Hamdaoui kunt beteugelen, dan ben je al een aardig end op weg. Het is ADO niet helemaal gelukt in de eerste helft, want ze hebben hun kansen gehad. Maar de echte scherpte is er niet bij Ajax. De Ziel. El Hamdaoui. De Jong. Ja, dit is een penalty. Nee, zegt Nijhuis. Kubik komt ermee weg. Geen strafschop dus. Daar. Ja, de bal gaat er langs. En dan mag het onhandig zijn van Kubik. En misschien niet zo bedoeld. Het contact is er. De aanwezigheid van Kubik daar in het strafschopgebied was de oorzaak van de val van Siem de Jong. Maar Nijhuis gunt Ajax blijkbaar de strafschop niet. Van der Brom gaat rusten, want rust is het in Amsterdam. Hij gaat rusten met een 1-0 voorsprong door een doelpunt van Wesley Verhoek. Vlak voor rust gemaakt na een handig paasje van Ricky van den Berg. Teleurstellende eerste helft. Maar dat is de ruststand zeker niet voor Ajax. Terwijl Suarez nog namoppert bij Nijhuis. Welkom terug in de Amsterdam Arena. Ajax heeft zojuist gewisseld. Hij is in het elftal gekomen. Miralem Soleimani komt voor Vernon Anita. Het is exact dezelfde wissel als afgelopen woensdag tegen Auxerre. In de Champions League wedstrijd toen Ajax ook moest terugkomen van een 1-0 achterstand. En dat is nu dus wederom het geval na die goal van Verhoek. In de slotfase van de eerste helft. ADO ongewijzigd. ADO dat dus volgens assistenttrainer Maurice Stijn wel wat meer initiatief mag tonen. En wat minder ontzag hoeft te hebben voor Ajax. Zo is die tweede helft dus van start gegaan. En komt er meteen een kans aan voor Ajax. El Hamdaoui. Suarez weer boos nu omdat er geen voorzet komt maar een schot op doel. De Rijk voorkomt erger voor ADO. De fout van Koem. Blok van de Rijk. Hier het eerste werk voor Soleimani. Het is een hoekschop. Daarachter El Hamdaoui. Zo is er meteen druk van Ajax. Zo krijgt Ajax de laatste weken dus behoorlijk wat doelpunten tegen. De laatste vijf wedstrijden 6 tegentreffers. Waaronder 2 tegen Excelsior. En ook vandaag heeft Stekelenburg de bal alweer uit het net moeten halen. Kubik. Goed gegeven. De bal valt er precies tussenin bij Ooyer en Vertongen. Suarez. Aardige paas richting El Hamdaoui. Maar via De Zeeuw was het simpeler geweest. Door Savljevic, ja, kwijt aan Suarez, De Ziel. El Hamdaoui, waarom zo mooi doen? Soms moet je het ook simpel oplossen. Soleimani. Daar heeft Ajax niemand, maar Suarez komt hier toch nog aan de bal. Als Koem niet goed uitverdedigt en Suarez het met een puntertje probeert in de korte hoek bij Coutinho. Ajax is er wel van doordrongen dat er iets moet gebeuren. Dat blijkt in de eerste minuten. Een van de spelers van ADO gestrekt nadat hij de bal in het gezicht krijgt. Dus trapt Van den Berg hem buiten.
is dit De Rijk? Ja, die is het. Toornstra verlengt. En dan is dit pijnlijk voor Timothy De Rijk. Niet handig, het wegkoppen van Koem. En dat balletje van Suarez, dat nog verrassend is. Nou ja, niet voor Coutinho, die verwacht hem daar. Nog altijd zit De Rijk daar. Misschien ook wel niet in staat om zich te verplaatsen. Nou, Nijhuis wil dat wel nu. Dus wint het publiek zich op. Moet wel mogelijk zijn. De Rijk is behoorlijk groggy. De Rijk kan ook gewoon door. Loopt naar de middenlijn toe, zodat hij daar kan terugkeren. Piqué wil eigenlijk dat De Rijk nu al terugkeert, maar zal eerst in moeten gooien. Suarez. El Hamdaoui maakt ruimte voor hem. Tot ingegrepen Radosavljevic. Van den Berg. De Rijk. Hier dus. Overtreding van De Ziel. Emanuelsson nu dus op de positie van Anita als linksback. Soleimani in principe aan de linkerkant, al is hij nu even van plek gewisseld met Suarez. En dus hier aan de rechterkant. Toornstra. Maar ook als hij ligt kan hij voetballen. En hier komt hij er dus met de bal uit. Radosavljevic. Daar was Verhoek nog niet. De Ziel. Soleimani helemaal naar binnen getrokken. Suarez even op de plek van De Jong. Emanuelsson. Soleimani. Laat zich makkelijk vallen. Dat is geen strafschop. Hoe graag de supporters dat dan misschien ook willen. Daar was te weinig aan de hand. Toornstra. Op het moment van spelen lijkt het me buitenspel van Kubik. Ja, waarom wordt daar dan niet voor gevlacht en gefloten? Vraagt ook Jol zich af. Dit is buitenspel van Kubik. Als hij vlacht en Nijhuis vervolgens fluit... Heeft ADO nu geen balbezit? Leeuwin springt op de rug van Soleimani. Suarez. Nu kan het door naar Oleguer. En nog niet langs is bij Piqué. Suarez. Behoorlijk veld in opzichte van Verhoek. Maar ADO wint. Toornstra. En nu sprinten. Kubik. Nou, Stekelenburg doorziet het. En dit is een aardige lichaamsschijnbeweging van Emanuelsson. Combinatie met El Hamdaoui.
Soleimani, snel genoeg. Emanuelsson. Wie gaat er zo uithalen? De Zeeuw. Nog altijd wekt de verdediging van ADO Den Haag niet de indruk dat het heel erg in de war raakt als Ajax in de aanval is. Enorme mispeer van Lindgren, maar het pakt goed uit. De Zeeuw wijst. Nou, Suarez wijst waar de bal naartoe moet. Goed verlengd door Verhoek. Wie meldt zich links voorin? Soleimani in ieder geval niet, want die kruipt veel te veel naar binnen toe. En is ook hier niet succesvol met zijn actie. Immers. Ajax meer en meer vol op de aanval. De Jong, Suarez. Te kort. Appel voor Hens van Immers, maar het was de borst. Zo blijft Ajax zoekende, ook in de tweede helft. Suarez, El Hamdaoui. Suarez met links geschoten. Immers kan toch aardig voetballen in de dekking bij Ooyer. Maar dat komt zelfs hier tot bij Verhoek. Immers kiest positie. Verhoek, daarachter nog Kubik. Zo blijft elke tegenstoot van ADO Den Haag echt nog wel gevaarlijk. En weet ook Jol dat als dat een keer misgaat, dat de schade misschien niet meer te repareren is. Goed, Oleguer. De Jong. Soleimani maakte de ruimte voor El Hamdaoui, maar die heeft volgens nog ook niet zijn middag. Kubik. Kubik door op Stekelenburg. Waarvan we weten dat hij mee kan voetballen, maar hij levert wel in bij Van den Berg. Bij Ajax begint zowel Mido als Eriksen aan de warming-up. Met de week fitter, zo zegt men bij Ajax. El Hamdaoui. Soleimani. Heeft telkens in Emanuelsson een uitweg. De bal schiet door. En wordt dan door Verhoek notabene langs het eigen doel geschoten. Zo is er eigenlijk voor het eerst echt wat verwarring. Mede omdat Toornstra die bal op de hak krijgt. Hoekschop Soleimani. Die spelervattingen bij Ajax zijn niet goed verzorgd. De Zeeuw. Dat is beter. Nog verlengd door Vertonghen. Prima. Immers. Van den Berg. Mogelijkheden voor ADO. 4 tegen 4. Kubik. Even de weg kwijt. En ook de bal.
Nu verdedigt hij wel mee. Tikt hij Emanuelsson op de hiel. Maar blijft Emanuelsson op de been en vindt hij een uitweg. Zwak ingespeeld door De Zeeuw. Kon helemaal niet. Toornstra, dit is blijkbaar geen buitenspel voor Immers. ADO kansrijk, Immers. En de redding van Stekelenburg. Zoals hij dat ook al deed tegen Auxerre, houdt Maarten Stekelenburg in deze fase van de wedstrijd Ajax op de been. Geen buitenspel. Al probeert Vertongen nog te stappen. Nee, Ooyer is het. Een behoorlijke mogelijkheid toch weer voor ADO. Slechts een hoekschop dus. Getrapt door Kubik. De Rijk. Ik weet niet of het de bedoeling is, maar het pakt goed uit. Nog eens Kubik dus. Nu kan Ajax counteren. Ja, het zijn er twee. Suarez maakt een overtreding op Van den Berg. El Hamdaoui was helemaal alleen daar. Blessure, dus gaat de bal weer buiten. Suarez bevalt dat maar niks. Daar ligt Koem. Suarez ruziet nu met Leeuwin. Niet in zijn hum. De topscorer van Ajax in het vorige seizoen, Luis Suarez. Een blik op de klok. Nog een half uur. Nu gaat hij dus weer even naar de kant, Koem. Verhoek oogt ook niet meer okselfris. Meldde zich daarom even bij Van den Brom. Hoe zorgwekkend is dat voor ADO? Moeilijk, te hoog voor Toornstra. Soleimani wacht op Emanuelsson. Toornstra blijft knokken en maakt geen overtreding. Hij mag door, hij heeft de bal gespeeld, zo zegt Nijhuis. Kubi kiest positie, hetzelfde geldt voor Immers. Toornstra. Via Vertongen wel een hoekschop voor ADO Den Haag. Stekelenburg schoot de bal heel hard de tribune in. Ook daar is toch wel wat frustratie zichtbaar. Wat een slordig balverlies. Al denk ik wel dat het een overtreding was van Toornstra. Maar hij had nooit in die situatie terecht mogen komen. Voorzet Kubik. Suarez kopt hem voor de voeten van Verhoek. Zo zeg, de kruising geraakt. En dan is dit buitenspel voor Toornstra. Dicht bij zijn tweede doelpunt van de middag, Wesley Verhoek. Raakt hem met zijn scheenbeschermer. Ja, dan kan je hem niet goed raken. Maar wat scheelt het weinig. Zo ontsnapt Ajax. Goed uitgestapt door De Rijk. Veel feller. Van den Berg heeft overzicht en bovendien een goede paas. Immers, controle. Maar niet echt. Verhoek, weer zelf, hoekschop. Zo is ADO in de tweede helft toch echt niet minder gevaarlijk dan Ajax. En natuurlijk neemt ADO nu de tijd met het hervatten van het spel. Maar maakt Suarez zich weer verschrikkelijk druk daarom. Geel continu, wellicht op aandringen van de aanvoerder van Ajax. Geel voor Verhoek. Omdat het allemaal zo lang duurt. Nu zijn corner.
Wesley Verhoek. Van den Berg laat zich niet wegzetten door El Hamdaoui. Meer en meer geloof, meer en meer vertrouwen bij ADO. Toornstra is daar een goed voorbeeld van. Dit is handig gedaan door Vertongen. Suarez vraagt zich af wat te doen. Maar dit is niet de oplossing. Zo kun je toch zeggen dat de chemie vandaag ontbreekt in de samenwerking tussen Suarez en El Hamdaoui. Nauwelijks bereiken ze elkaar, nauwelijks hebben ze oog voor elkaar. Oleguer. Suarez. Nu wel oog voor El Hamdaoui, maar weer lukt het niet. Overtreding. En die is fors van Emanuelsson. Ook hij gaat op de bon. Overtreding op Verhoek. Weet dat hij te laat is. En raakt hard de rechter enkel van Wesley Verhoek. Veel te stevig. Geel dus voor hem. En op de bank gaat Mido zitten. En wordt Eriksen geïnstrueerd. Dan begrijpt u dat Mido dus niet in het elftal zal gaan komen. Suarez. Goed, op de Jong. Ik denk dat het vertrouwen op de bank bij ADO groeiend is. Van der Brom staat er zelfverzekerd voor de dugout. Al ziet hij nu ook dat Eriksen in het elftal gaat komen als vervanger van De Zeeuw. Die zelfs een licht fluitconcert te verwerken krijgt. Laatste wissel ook van Jol. Net als in Auxerre, invaller dus Eriksen. Toornstra, uitstekend op de bal. Eriksen in omgekeerde versie natuurlijk ook goed. Immers. Suarez. Meteen de diepte in richting El Hamdaoui. Goed afgeschermd door de Rijk. Nu met de neus naar de goal. El Hamdaoui. Suarez. Hoekschop voor Ajax. Oleguer meldt zich het dichtst bij Coutinho. Weer is die hoekschop toch niet goed. Eriksen niet begrepen. Kwartwedstrijd resteert nog. En ADO voelt zich lekker in de arena. Laat ook Immers zien. El Hamdaoui wijst. Emanuelsson brengt de bal. Hoekschop. Maar is dat wel een hoekschop? Leeuwin claimt van niet. Krijgt Ajax hem soms cadeau van Nijhuis.
Vertongen en Oleg Jarm melden zich. Dit is wel een goede corner. Suarez had daar meer van kunnen maken. Ergert zich. Loopt voortdurend te mopperen. Gaat ADO voor het eerst sinds augustus 86, toen Van Basten dus twee keer scoorde voor Ajax. Gaat Den Haag winnen. Dik 24 jaar geleden. Geen buitenspel voor Immers, maar Stekelenburg is daar eerder. Ook Stekelenburg vloekt nog wat. Lindgren. Het is doorzien door Toornstra. Toornstra doorziet zoveel en schakelt meteen goed om. En ziet de ruimte bij Verhoek. Toch de voorzet van Wesley Verhoek. Suarez wurmt zich ertussen. Doet dit goed. De Jong. Krijgt er een flinke schop na. Ja, van Radosavljevic. Die op moet passen. Want tenslotte al geel heeft gezien. Ook nu beklaagt Suarez zich waarom de voordeelregel niet wordt toegepast. Maar daar is nog wel even contact hoor. Tussen Radosavljevic en Siem de Jong. Lindgren. Nee, Eriksen was het. Suarez. Blijft ploeteren voor Ajax. El Hamdaoui. Weer lukt die combinatie niet met Suarez. Te wild Radosavljevic. Daarom de Jong. Suarez klimt een vrije trap, maar krijgt hij niet. Ik denk terecht. Want hij acteert pijn die er niet was. Soleimani. Nou, er zal toch eens een keer iemand op doel moeten schieten. Hij maakt eigenlijk gewoon zelf de overtreding, Suarez. Op Koem. Maar het is een teken dat het absoluut niet draait bij Ajax. Immers krijgt een duw van Ooyer. Ja, waarom fluit Nijhuis daar niet voor? El Hamdaoui. Oleg Jarm vraagt. Wordt op maat bediend. Voorzet van Oleg Jarm mag er ook zijn. Lindgren houdt de bal nog binnen. El Hamdaoui. Telkens kiest Van den Berg het juiste moment om in te grijpen. Emanuelsson. Tijd begint nu echt te dringen voor Ajax. Suarez achterin. Hoekschop. ADO wil zo dadelijk gaan wisselen, maar zal nog wachten met die wissel. Totdat deze corner getrapt is. 73ste minuut. Eriksen vangt op. Kan Eriksen ook uithalen? Ja, dat kan hij. Maar Coutinho blijft goed kijken. Via Radosavljevic nog. Zijn dit geen makkelijke ballen voor een keeper? Omdat er zoveel mensen voor je staan.
Immers. Hier geeft Ajax ruimte weg. Toornstra. Van den Berg. Te moeilijk voor Immers. El Hamdaoui. Heeft oog voor Soleimani. Lindgren, Soleimani. El Hamdaoui. Langs bij Leeuwin. El Hamdaoui, Soleimani. Die er is, de goal. Nee! Wat een kans zeg voor Siem de Jong. Nou, hij raakt de bal ook niet vol. Misschien wel de beste mogelijkheid voor Ajax in deze tweede helft. Goed voorbereidend werk van El Hamdaoui. Soleimani mist eigenlijk al in eerste instantie. Maar daarna is ook het schot van Siem de Jong niet overtuigend. Wissel bij ADO Den Haag. Verhoek gaat naar de kant. De doelpuntenmaker uit de eerste helft. Neemt daarvoor zijn tijd. Wellicht in buitenspelpositie. Daar had het wel alle schijn van. Hij wordt vervangen door Jarginho Antonia. Die onlangs zijn debuut maakte voor ADO. Eind september, half september. Tegen de Graafschap. Vorig seizoen was Antonia, 19 jaar, nog speler van Ajax. Hier zijn eerste goede werk. De combinatie tussen Kubik en Immers. Doorzien door Oleger. Hoeveel reserves heeft Ajax nog? Hoeveel kracht kan het nog opbrengen? Het zal moeten. Heel lang was Ajax ongeslagen in dit eigen stadion. Totdat Utrecht hier begin oktober won. Emanuelsson lost dit fraai op. Gaat wel gepaard met behoorlijk risico. Maar loopt hij zich hier veel te makkelijk vast en ligt er ruimte voor invaller Antonia. Die heeft Immers bij zich. Leeuwin. Radosavljevic. Van den Berg dacht aan een simpele combinatie. Soleimani. Ja, dat is geen goede paas op Suarez. Zoveel ruimte ligt er dan voor Ajax. Eindelijk eens een keer om te schakelen. Bij ADO wordt nu ook Bulikin geroepen uit de warming-up. Gaat ook hij denk ik nog komen. Toornstra. Een van de betere, misschien wel de beste bij ADO vanmiddag. Antonia. Loopt zich te makkelijk vast. Soleimani. Dan zijn de ideeën meestal op. Suarez. Wel opgezocht met Piqué, Suarez. Ja, het levert telkens wel een hoekschop op. Maar die hoekschoppen van Ajax zijn bijzonder ongevaarlijk. Hij heeft er daarvan nog niet zoveel getrapt, Eriksen. Dus misschien gaat het nu beter. 12 minuten voor tijd. Lindgren. Suarez, Vertongen, de rust bij De Rijk. Toch ook tekenend voor het vertrouwen dat ADO uitstraalt.
goed, Emanuelsson. El Hamdaoui, het zou ineens door kunnen naar Suárez. Suárez. Ja, er zit geen idee achter. En ADO raakt er geen seconde van de leg van. Boulik in gaat komen als vervanger van Ricky van den Berg. Die nog slim even helemaal naar de overkant van het veld is gelopen, al wist dat het zijn beurt was. En dus duurt dit even. Neemt hij zijn tijd. Geeft hij ook aan Nijhuis van ik heb ergens last van. Alweer terug dus, nadat hij geblesseerd raakte in de uitwedstrijd bij FC Twente. Dimitri Boulikin. Acht doelpunten in zijn voorgaande acht wedstrijden voor ADO. En dus fit genoeg voor deze invalbeurt. Lindgren, El Hamdaoui wijst, maar wordt niet gevonden. Ja, nu wel. Nu wel met Leeuwin. Vertongen. El Hamdaoui. Het is allemaal te moeilijk. Hij die zo makkelijk scoorde de laatste week, heeft het vanmiddag ook niet. Gaat hij stunten met ADO? Het heeft er alle schijn van. Na 80 minuten. Maar hoe is dat na 90 of meer? El Hamdaoui. Suárez. De ruimte gevonden voor een schot. Vertongen. Dan maar terug. Want bij Ajax weten ze het niet meer voorin. Suárez moet toch in staat zijn om wellicht iets te kunnen forceren. Voorzet Emanuelsson. Suárez verlengt. Coutinho. Klem vast, ondanks de dreigende Siem de Jong. Soleimani, kan hij de bal achter de verdediging leggen? Leeuwin. Immers, ADO combineert veel simpeler. Soleimani. Weer Coutinho, de baas daar bij De Jong. Zo lang geleden is het dus dat Ajax niet scoorde in de arena. 23 augustus 2009. Meer dan een jaar geleden. Ooyer. De ideeën zijn al een tijdje op bij Ajax. Kubik, Boulikin, Immers. Slimme paas van Immers op Toornstra.
Want hier ligt inderdaad de ruimte voor ADO. Antonia. Die telkens veel tijd nodig heeft. Balverlies leidt. Wellicht beter gewoon Boulikin had kunnen inspelen. Soleimani. Elhamdaoui. Soleimani, Vertonghen staat te wachten, maar het gaat naar Lindgren. Ook hij kijkt naar de klok. Gaat Ajax voor de tweede keer dit seizoen verliezen in de eigen Amsterdam Arena. Nadat dat dus al gebeurde op 3 oktober. Toen Utrecht hier met 2-1 won. Suarez geeft niet op. Boulikin geeft aan. Zak nou niet te veel in met z'n allen. Laat Ajax nou niet te veel komen. Suarez. Mist de bal. Ja, ik weet niet of het de bedoeling is. Maar hier is wel Siem de Jong. Suarez. Ja, zeg je geen strafschop, zegt Nijhuis. Van grote afstand. Nu wil ADO Den Haag wisselen. Kunnen we nog eens kijken hier naar die situatie. Maar Suarez is er wel erg naar op zoek. Weinig aan de hand met Koem. Kubik gaat naar de kant. Voor hem komt Kevin Visser. De hele week min of meer geblesseerd geweest. Kubik aan de enkel. Hij kon toch starten. Dat was vooral in de eerste helft vaak dreigend voor ADO. Vertonghen. Niet in positie om te schieten. Eriksen. Emanuelsson. Die staat er eigenlijk niet in het strafschopgebied van ADO. Eriksen. Coutinho met een vuist. Hij legt hem eigenlijk wel aardig neer voor Vertonghen. En dan ligt er nog een speler van ADO in de weg die een schop krijgt. Overigens van Suarez. Immers was het. Notabene de spits die dat schot blokt. Bij ADO zijn ze boos. Immers blijft daar liggen. Nijhuis legt het spel niet stil. Ajax voetbal door. Emanuelsson houdt binnen. Ajax is niet van plan om te stoppen. Leeuwin zorgt voor rust. Wat heeft Suarez gedaan daar bij Immers? Soleimani helpt hem opstaan, maar daar wil Immers. Dat wil Immers helemaal niet. Volgens mij heeft Nijhuis niet iets gezien wat niet door de beugel kan. Hij redt met een vuist. Dan valt de bal van Vertonghen. En lijkt me daar toch niet zo heel veel aan de hand. Zo zal er straks toch wel de nodige extra tijd bij komen. Stuurt Suarez hoogstpersoonlijk de hulptroepen weg. Immers op eigen kracht naar de kant. ADO met 10. Eriksen met een afstandsschot. Maar meer dan dat is het niet. En Immers kent ineens een wonderbaarlijk herstel. Komt weer een kaart aan. Nu voor Coutinho omdat hij tijd rekt. Neem het ADO maar eens kwalijk. Natuurlijk.
gaat het hier alle middelen gebruiken om de overwinning binnen te slepen. ...89ste minuut inmiddels. Immers is weer terug. Een gelijkspel voor Ajax, het maximaal haalbaar. Boulikin. Knapper langs, maar dan niemand voor de goal. Want Immers is daar niet. Vertongen. Antonia. Visser, de twee invallers. Bal blijft niet binnen, dus gooit Ajax. Nou, er zijn 6 wissels geweest en er is dus heel veel tijd gerekt door ADO. De vraag is hoeveel extra tijd gaat Bas Nijhuis bijtrekken. Suarez. Nu dan El Hamdawi. Ze zijn de bal kwijt. Tom van Sichem, de vierde man, gaat nu zo'n beetje het bord omhoog houden met de extra tijd. Antonia. Boulikin. Overtreding Ooyen. Slim gedaan door Dimitri Boulikin. Van der Brom, die ging even naar Van Sichem toe. Zo van, wat ga je doen? Hoeveel komt erbij? 5 minuten vanaf nu. Dat is de extra tijd die Nijhuis bijtrekt. Hier Boulikin 1 tegen 1 met Ooyen. Moeilijke hoek en de redding van Stekelenburg. Was toch nog noodzakelijk. Wat een foutenfestival is het inmiddels geworden. Antonia. De rust bij Stekelenburg. Maar die is van korte duur. Snel naar voren met die bal. El Hamdawi. Soleimani. Vertongen nu misschien wel met wat ruimte om te schieten. Hij komt met een paas op Suarez. Suarez met een voorzet. Vertongen, zet een blok. Oleguer. Ingebracht door Soleimani. Ja, echt hele grote kansen creëert Ajax zich niet. De Jong kreeg een hele goeie in de tweede helft. El Hamdawi in de eerste. Maar het lukt Ajax maar niet om een doelpunt te maken. Suarez. En langs Suarez. Gespannen kijkt hij toe. Natuurlijk kan het nog voor Ajax. Soleimani met de hoekschop. En er komt een nieuwe corner. Eriksen. Coutinho zit ernaast. Soleimani kan hem nog goed leggen. Ah, gebruikt toch te veel tijd. Emanuelsson. En goed verlengd door De Jong, maar Coutinho pakt ook die bal weer goed. 'Zo keept hij een prima wedstrijd. Gino Coutinho was zijn redding op, in de eerste helft op die knal van El Hamdawi. Zijn belangrijkste wapenfeit. Maar ook deze pakt hij goed. Aan de andere kant Boulikin. Die daar meer had kunnen doen dan deze zwakke paas. Suarez. De Jong geloofde er niet in.
Zo kent Ajax dus een dramatische week met de nederlaag in Auxerre. En nu dichtbij een nederlaag in eigen huis tegen ADO. Geen buitenspel voor Antonia. Boulikin. Frommelt zich er langs bij Oleguer. Boulikin. Stekelenburg weer met een goede redding. Kinderlijk eenvoudig toch zoals hij daar Oleguer uitspeelt. Antonia vindt dat Oleguer en Soleimani niet voldoende afstand nemen. Tackle van Oleguer ontweken en daar wat tijd winnen. Onbegrijpelijke beslissing van Nijhuis om hier te fluiten. Antonia deed niets verkeerd, vindt ook Van der Brom. Soleimani, half minuut nog. Laatste kans voor Ajax wellicht. Suarez. Ja, hij wil er wat doorheen. Maar zo makkelijk gaat dat niet. Oleguer. Emanuelsson. Vind maar eens een uitweg. Bel voor Hens van Immers. Het lukt Ajax maar niet en dus gaat ADO hier winnen in de Amsterdam Arena. ADO gaat voor het eerst sinds 27 augustus 1986 een wedstrijd winnen in Amsterdam